Een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben ideale omstandigheden en een prima grasmat. En dit dappere Willem duo, Joost Rutte naast me, Atletico. En ikzelf, Siert de Vos. We zitten uiteraard weer vol enthousiasme op het begin van de wedstrijd te wachten. Het is Willem 2 en ze nemen het op tegen Atletico Madrid. Nou Siert, hopelijk gaan we een spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. Hij pakt de bal en begint aan uit. En van je hele hola, pats! Daar is de voorsprong. De ploeg waarvan niemand het verwacht had, die gaat nu aan de leiding. Tja, had u gedacht dat deze ploeg zich even van het veld zou laten blazen? Nou, mooi niet dus. Best aardig ingeschoten hoor. Daar niet van, maar ja, de bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te balen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. En los van zijn man. En Jan Oblak zit er goed bij, zeg. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Gaat dit wat worden? En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De doelman maakt zich groot. Knappe redding. Ja, vroeg druk zetten wordt hier beloond. Vervolgt zijn weg naar het doel. Doorgegeven aan João Félix. Kijk, daar gaat die Tori weer aan, hè. En een eenvoudig van dichtbij. Kijk, daar gaat hij weer aan, hè. Oh. Heeft Atletico een corner op. Oké, deze bal moet naar even wegkicken. Sterk hoe hij die bal verovert. Zien van hem. Goed geanticipeerd op die bal. Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, ja, inderdaad. Zonde. Ze zetten veel druk op de bal. Ze komen weer in balbezit. Hij rukt verderop. Koken! En de doelman met een redding. Korte hoekschop op een teamgenoot. Opnieuw een corner. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Het gevaar is nog niet geweken. Zo dichtbij, hij moet gelijk maken. De bal raakt de lat. Bal afgepakt. Simpel geblokt. Tegenstander neemt over. Dit moet een doelpunt worden. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Nou, de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zo is op meteen afgestraft. De bal weer heroverd. De ruimte. Gaat Willem 2 daarvan profiteren op de vleugel. Deze tackle loopt goed af. Hij pakt de bal op de helft van de tegenstander. Oh! Oh, als dat geen goal wordt. Die gaat er mooi in, zeg. Jongens,
Wat een gekluns, zeg. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot een tegengoal. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Moet nu een keuze maken. Wat een redding van Oblak op deze inzet. Obli, Oblak, Kadadia, Kero Maas. Hoekschop komt voor. Goed weggewerkt die bal. Met visie gespeeld, hoor. Nieuwe dreiging omdat die bal knap binnen werd gehouden. Ja, deze speler heeft een kalmeringsmiddel nodig, hoor. Een waanzinnig schot van zo dichtbij. Van die afstand, dat is toch helemaal nergens voor nodig. Dit ziet er link uit voor José María Jiménez. Deze kan erin. En die gaat over de doellijn. Wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van die. Het is een bijzonder slot. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja. Doelpunt voor Willem II. Bij dit doelpunt komt zoveel kwaliteit samen. Eerst die voortreffelijke steekpaas. Je kunt toch zien. En met de bal aan de voet de uitbraak. De aftrap. En het moet blijven opletten. Spel gaat door. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Ja, het is aanvankelijk natuurlijk een uitstekende redding. Niets op aan te merken, maar dan zit het niet mee in het vervolg van de situatie. En dat de bal dan uiteindelijk nog in het doel belandt, moet je daar de keeper dan op afrekenen? Ik weet het niet. Een monsterscore inmiddels. 6-0, afgetekend. Die paas had hij eerder verwacht. Het is rust, maar de wedstrijd is feitelijk al gespeeld. Het staat inmiddels 6-0. Deze speler, Willem II. Ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Hij speelt gewoon een puikenwedstrijd. De verdedigers... Oké. We gaan beginnen aan de tweede helft. Grote man. Komt steeds meer naar voren. Kijk. Hier wordt op de bal gestreken. Ik geef die bal, joh. Wat ga je doen met die bal? Ah, dat getuigt van een fijn staaltje. Smeebal. Ja, Smeebal. Hij is er doorheen. En Jan Oblak zit er goed bij, zeg. Hey, geef eentje de bal hier. Bal. Dank je. Hup. Sterke tackle, pak de bal af. Bal. Zo. Gaan. Ik zie je. Hup. Goed ingeschat, hoor, die bal. Hey, bal. Balverlies door de tegenstander. Goeie tackle en bal terug in bezit. Bal. Doorgebroken met de bal. Ja, de speler had het door. Hij was aan het teruglopen, maar de paas kwam toch en dan is het buitenspel. Ah, slordig gespeeld al met al, hoor. Bal, dank je. Huppakee. Balbezit veroverd. Even hier zo, ja, goed zo. Goed gezien. Goed gezien van hem. Goed geanticipeerd op die bal. Willem 2, doelpunt.
Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed, maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. Hij pakt die bal. Er zit iemand tussen. Goed gedaan jongens, echt waar. Petje af. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. En weer hem tegen te houden. Oblak, Jan Oblak, Jan Oblak. Red van heel dichtbij. In het midden van de 16. Nee, er zit iemand bij. Bal naar de andere partij. Het voordeel voor Willem 2. Maar Pieter laat de aanval doorgaan. Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Een geweldige goal, jongens. Kijk, ze zijn helemaal groen. Wat een enorme knal. Ja. De bal wordt perfect geraakt. Optimaal. Wat een kracht zit er achter de bal. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Wat gaat hij nu doen? Hoewel kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. De uitslag op Voort blijft lief voor elkaar. Alvast bedankt. Oh, dat blijft lief voor elkaar. De bal is hij kwijt naar die tackle. En nu snel schakelen voor de counter. Daar is dan toch het gevaar. Jan Oblak redt en dat was een grote kans, zeg. Beste keeper van de wereld, geloof mij nou. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Bal naar het midden. Al slachtige poging. De bal weg toe. Kans om te scoren. Nee. Hij weet de kans niet te benutten. Ja, en dan belandt de bal gewoon in de handschoenen van de doelman. Ik denk dat hij zelf ook wel verbaasd is, hoor. Van zo dichtbij, man. Nog steeds aan de bal. Nee, die aanval moet toch dood. Er ligt een counter op de loer. En hij komt eruit met de bal. En die gaat er maar net niet in. Zo flitsende counter van ze. En het levert een uitstekende kans op. Atletico Madrid gaat wisselen. Hij wordt hier opgejaagd. Direct druk zetten, dat werkt hier. Moet nu een keuze maken. En hij maakt gewoon zijn derde. Haha, wat een geweldenaar is dit toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Nou, de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor de speler die de bal kwijtraakt. Zo is er meteen afgestraft. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. En nu komt hij hiermee weg. Hij heeft al geel. Hij houdt het schot tegen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Een sterke verdedigende actie waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. En zo zien we hoe Luis Suarez hier de bal inlevert.
De brommer er voorbij. En Jan Oblak zit er goed bij, zeg. Daar klinkt het eindsignaal. En de stand. Ja, ik zou die bal pakken. Spreekt boekdelen. Een drama voor Atletico Madrid vandaag. Ja, zie het. Ik ben toch een beetje in de war. Wedstrijd van 8-0. Gezegd, zag ik dit of 9-0 zelfs. Dus ja, ik hoop dat je nuttige pasen, nuttige dingen hebt gezien. En ik bedank jullie allemaal zeker wel eens weer voor het kijken.